Annette, heel hartelijk bedankt. Ja, geen probleem. Ik geef graag het woord aan Nikki Pommer. Nikki verzorgt alle communicatie vanuit Stichting PLN. Dankjewel. Nou, zoals Annette al zei, lopen we een beetje uit op het programma. Informatiemiddag is wel een terechte titel voor deze middag. Jullie zijn oversteld met informatie en ik kan me ook voorstellen dat dat ook best wel veel is geweest. Zeker als je het voor de eerste keer hoort. Dus ik had natuurlijk een fantastische presentatie voorbereid en die ga ik nog steeds doen. Maar ik zal hem ietsje inkorten. Zoals sommigen misschien wel horen, ik ben een echt Brabander. Ik kom uit het zuiden van het land. En dan zou je denken, nou, de stichting zit in Wieringerwerf. Hoe kom je daar dan terecht? Ik ken de stichting via Mireille, die mij hier nu ook heel leuk aan het filmen is. En Mireille is de partner van Pieter. En vorig jaar was eigenlijk de vraag van, hey, onze mediaman gaat weg. We willen natuurlijk wel blijvende bekendheid voor PLN. Dus hoe gaan we dat doen? Nou, toen zei Mireille, dan moet je met iemand in contact komen. En zo zijn wij eigenlijk in contact gekomen. Nou, is inmiddels een klein jaar geleden. Ik wil het met jullie nog even hebben over een terugblik op het afgelopen jaar. Onze plannen voor 2024 om de bekendheid van PLN nog meer te boosten. En hoe we het echt samen kunnen doen. Nou, en ik dacht, wat is er nou leuker om aan het einde van de middag even een kort quizje te doen. dus ik wil jullie vragen om, jullie hoeven niet te staan overigens. Het ene antwoord is hand omlaag en het andere antwoord is hand omhoog. En dan gaan we zo eventjes door de hoogtepunten van 2023 lopen. Nou, om te beginnen, hoeveel acties waren er via onze website? Nou, we hebben natuurlijk een actiewebsite waar mensen een actie kunnen starten en zo ook geld in kunnen zamelen voor PLN. Nou, hand omlaag, er werden 6 acties georganiseerd en hand omhoog, er werden 9 acties georganiseerd. Ik zie veel handen omhoog. Nou, dit is top, een goede start. Er werden inderdaad 9 acties georganiseerd van, van een marathon lopen tot aan fietsen, tot aan lichtpuntjes maken en daarmee geld inzamelen. Nou, volgende vraag. Welke formulecoureur, en ik moet zorgen dat ik me niet verspreek, hielp mee met het gala? Nou, hand omlaag, Richard Verschool velde een van zijn pakken voor het gala. En hand omhoog, Max Verstappen sprak een videoboodschap in voor het gala. Iedereen doet ook heel duidelijk dit. Nou, het antwoord gaat komen. Ik heb hier de aftermovie van het gala nog wel even leuk om die aan jullie te laten zien. Welkom, dit is het PLN-gala, waar 3 jaar lang over gedroomd is, en misschien lukt het ook ons wel, om heel veel geld bij elkaar te krijgen om PLN de wereld uit te krijgen. Als onderzoek zo dicht bij een oplossing is om een foutje in een gen de wereld uit te krijgen, ja, dan hoeft er nooit meer iemand te Dames en heren, voorzitter van de stichting PLN, Pieter Kleiners. PLN staat voor fosfolamban, een heel ingewikkeld woord. En dat is de naam voor een heel klein eiwitje, wat een hele belangrijke functie heeft in het hart. En dat geeft na verloop van tijd bij mensen ritmeproblemen, wat wij in de volksmond een hartstilstand noemen, waardoor iemand plotseling overlijdt. Mijn zoon is helaas ook drager van het gen en dat doet zeer. En eigenlijk is het één grote familie van dragers. Die zijn over de hele wereld verspreid. Maar heel veel mensen weten nog niet dat ze drager zijn. Vooral ontzettend mooi dat we met zoveel mensen zo dichtbij zijn. We zijn er bijna. We hebben nog net dat setje nodig voor mijn gevoel. Dames en heren, ik presenteer u onze veilingmeester van vanavond, Talita. We beginnen met 2000 euro. Aan uurtje 15.000, 16.000, 17.000, 18.000. En hij is verkocht 22.000 euro.
Laten we beginnen met een minimaal bedrag van 5000 euro. 18.000, 19, 20. 20.000. Hier gaan ze samen 30 doen, Ari, met? Samen 30. 60? Tweemaal. 30 kleur. Wauw. Hey. We gaan het bedrag bekendmaken wat jullie bij elkaar hebben gebracht. Daar komt hij aan. Draai maar even om. 258.728 en 63 cent. Het is ongelooflijk, Pieter. Goedenavond allemaal. Are you ready? Als je ziet hoe met elkaar, hoe we hier met zo'n familiegevoel, zo'n sfeer met elkaar kunnen bouwen en zo'n bedrag op kunnen halen, nou, dat is gewoon knallen met elkaar. PLN is natuurlijk, was een onbekend weesziekte en uiteindelijk is het belangrijk dat er aandacht aan komt. En ja, wie weet voor het vervolg dat we nog eens een keer zo'n feestje gaan doen, maar voorlopig genieten en super blij. Nou, een heel lang antwoord op een hele korte vraag. Richard Verschoor was inderdaad degene die zijn gebruikte pakvelden voor de stichting. En dit is natuurlijk fantastisch hè, dat we dit met z'n allen hebben kunnen doen en kunnen realiseren. En alle reacties die daaruit voort zijn gekomen. Nou, dat heeft ook geleid tot het volgende. Want het gala is natuurlijk, dat vonden wij echt iets waarvan we dachten, hé, daar willen we ook media-aandacht voor. Nou, dan zie je ook dat het niet altijd makkelijk is om de media te bereiken. Alleen het is toch gelukt. En dat is meteen ook de volgende vraag. Op welk programma waren we te zien namens het gala? Hand omlaag voor Shownieuws van SBS6 en hand omhoog van Hart van Nederland. Kijk, nou, dit is positief. Iedereen ook gekeken of... Ja, kijk, super. Volgende vraag. We hebben natuurlijk de actiewebsite, hè, daar hebben meerdere mensen, zijn er een actie gestart. Ik heb daar ook staan hoeveel geld zamelden we in, maar het is natuurlijk ook echt jullie, want jullie hebben dat gedaan voor de stichting en dat is natuurlijk fantastisch. Hand omlaag voor meer dan 16.000 euro en hand omhoog voor meer dan 36.000 euro. Kijk, super! Nou ja, we haalden dus meer dan 36.000 euro op namens de actiewebsite. En dat is natuurlijk fantastisch. Daar hebben we ook een heel concreet doel aan, aan vastgesteld zeg maar, voor volgend jaar. Maar daar kom ik zo op. Nou ja, we hebben bij de stichting allerlei projecten lopen. Het was ook heel leuk. Ik begon bij de stichting en toen was het van... het zou heel tof zijn als je social media bij kan houden. Nou, en binnen een paar maanden was het plan om een nieuwe website te lanceren. Ik heb hem nou eigenlijk al verklapt. Dat was niet de bedoeling. Ik zeg het en ik denk, oh nee, deze zin kan ik niet meer aanpassen. Nou, jullie krijgen een cadeautje van mij, alsjeblieft. En wat ook bij die nieuwe website kwam... is dat, dat we eigenlijk veel meer naar voren zijn gaan treden van hè, wie zijn we nou, wat doen we nou? En dat het ook heel zichtbaar is van wie zijn de gezichten achter de stichting? En toen ik begon, toen had ik echt van, ja, dat vind ik best wel spannend. Al die wetenschappers, nou, die zijn hartstikke slim. Ik kreeg allemaal documenten doorgestuurd. Ik dacht, ja, ik weet echt niet wat hier staat. Dus ik ben ook heel blij met Annette en Luc, die dan heel makkelijk uitleggen, althans het lijkt makkelijk, maar wat er nou daadwerkelijk staat. En toen dacht ik van wow, het is eigenlijk prachtig om te zien dat een stichting ook zo de wetenschappers in contact brengt met de patiënten. Want dat is echt iets wat niet gebruikelijk is. En zelfs voor iemand die geen ervaring heeft met wetenschappen, zoals ik, had echt van wow, dit is gewoon fantastisch. En dat proberen we nu ook veel meer te laten zien hè, door de interviews die we met wetenschappers doen. Wetenschappers die inderdaad ook hè, hier komen vertellen hoe het werkt. En die stijgende lijn van bekendheid, die zien we echt terug. Toen ik net begon, toen had ik 1 keer in de 2 weken dat ik even wat mensen moest toevoegen in de lotgenotengroep. Nou ja, nu doe ik dat dagelijks, want er zijn gewoon dagelijks aanmeldingen. En ik zie ook dat we op social media enorm groeien. Dus die stijgende lijn, die gaan we natuurlijk voortzetten.
Nou ja, wat is het plan voor 2024? Even concreet gemaakt. We willen echt de doelen op onze actiewebsite behalen. Hè. Daar willen we heel graag €150.000 inzamelen met acties. Nou, ik heb goed vertrouwen in dat dat ook gaat lukken. We willen heel graag nogmaals op televisie komen, hè, bij bijvoorbeeld een Op1. Ik denk ook echt dat we daar een deel van onze doelgroep gaan vinden. Actief samenwerken met BN'ers en influencers. Hè. Zij hebben in principe een wat groter bereik waar we ook... Ja, meeliften klinkt toch negatief, hè, maar waar we wel in mee kunnen om de bekendheid te vergroten. We zoeken nog naar een tof event, hè, voor fondsenwerving in het kader van bijvoorbeeld een monstertocht of een gala. Nou, dat zal dit jaar niet nog een keer gebeuren of komend jaar, maar daar zoeken we wel naar. En nieuwe dragers vinden natuurlijk. Dat is superbelangrijk dat we die ook echt vinden en bereiken. Nou ja, wat hebben we dan nog meer gedaan met de stichting? Nou, heel veel dus. En één ding wat ik heel leuk vond om te laten zien is dat we deze video hebben gemaakt om inderdaad de gezichten te laten zien en mensen kort kennis te laten maken met wat is PLN. Het eerste doel van deze stichting is om die ziekte behandelbaar te maken. Dus als hier een heleboel werk op het bureau ligt en we vragen ons wat moeten we nu eerst doen, dan gaan we eerst kijken wat draagt het snelste bij aan het behandelbaar maken van deze ziekte. En die dingen gaan we eerst doen. Maar we hebben ook secundaire doelen. Want we weten ook bijvoorbeeld dat we maar 1 op de 10 dragers in Nederland ongeveer kennen. Het grootste probleem is denk ik dat zelfs onder deel van de cardiologen het ook nog onbekend is. Waardoor eigenlijk PLN-patiënten niet als PLN-patiënt herkend worden. Dus er zijn nog heel veel dragers die niet in beeld zijn. En hoe jammer zou het zijn als we straks het voor elkaar hebben om die ziekte behandelbaar te maken, maar dat er nog een heleboel mensen niet weten waar we het moeten brengen. De stichting is heel goed in het enthousiasmeren van onderzoekers om voor ons doel te strijden. We weten de juiste mensen te bereiken. Waar zit het er nou in? Hoe gaan we ermee om? En wat kunnen we eraan doen? En kosten nog moeite worden gespaard om hier een oplossing voor te vinden. Ik denk dat ik de meeste voldoening wel haal uit het contact met lotgenoten. Ja, dat ik ook als ervaringsdeskundige wat voor ze kan betekenen. Nou, ik denk dat de stichting sowieso heel erg van belang is voor lotgenoten. We staan heel dicht bij de patiënt, maar ook bij de families. We zoeken ze ook op in het ziekenhuis waar nodig. We zoeken ze op thuis. En ik denk dat dat ons ook wel heel uniek maakt. Vanuit de onderzoekswereld is het normaal dat je niet heel veel in contact komt eigenlijk met de mensen met de ziekte waarvoor je eigenlijk bezig bent in het onderzoek. Unieke bij werk voor de stichting is eigenlijk dat je regelmatig ook bij bijvoorbeeld regionale draagsbijeenkomsten in contact komt echt met de patiënten. En dat is gewoon een enorme stimulans. Dan weet je echt gelijk weer waarvoor je het doet. Er is echt licht in de tunnel. We hebben een aantal fantastische wetenschappelijke doorbraken. Dus er is hoop. Nou, een hele mooie boodschap om zo richting de afrondende fase te gaan. Zoals ik al zei, ik durf echt wel te zeggen, ik heb zelden met zo'n groep van hardwerkende mensen gewerkt. En ik doe dit werk toch al 5,5 jaar, dus dat betekent wel iets. Wij doen natuurlijk alles aan deze kant om de doelen van de stichting te bereiken, maar ja, we kunnen het echt samen doen, zoals Pieter natuurlijk in de introductie al zei. We zijn er natuurlijk super blij mee als jullie onze video's en onze informatie social media delen. Stuur dat ook zeker door naar mensen. We hebben echt een hele uitgebreide website met veel resources over medische informatie, wetenschappelijke informatie. Maar bijvoorbeeld ook van, ik ken iemand in mijn omgeving, hoe ga ik daar dan mee om? Hoe ga ik om met een drager? Hoe kan ik ondersteunend zijn? We hebben een lotgenotengroep op Facebook, die is al voornamelijk online. Zeker ook voor mensen die niet altijd in de gelegenheid zijn om naar dit soort bijeenkomsten te komen. Worden er ook zeker lid van, worden ook veel interessante thema's besproken. Nou ja, en start een eigen actie. Dit is natuurlijk helemaal fantastisch, hè, als we dit met z'n allen kunnen blijven doen. Ik kan meteen wel een preview geven, maar ik ga ook een actie starten in 2024. Ik ben helemaal niet sportief, maar daar gaan we iets aan doen. Dus we gaan proberen 10 kilometer te lopen. En dan denk ik van, top, dat is al een mooi doel. Maar dan hoop ik ook mijn steentje bij te dragen. Dus als er mensen zijn die denken van, ik vind dat ook wel tof. In actie voor PLN.nl en dan kun je ook meer vinden.
Nou ja, dit vond ik ook heel leuk in de kerstsferen. Ik dacht, die moet ik laten zien. Maar hè, bedankt voor jullie steun tot dit punt. Bedankt ook voor jullie aandacht natuurlijk. Er is nog een afsluiting, maar ik zou zeggen, ja, als jullie vragen aan mij hebben, stel ze gerust. Maar ik weet niet of dat helemaal lukt met het programma. Ik ben hier sowieso nog. Dus komt gerust langs. Dankjewel, Nicky, voor je enthousiaste presentatie. En u heeft een vraag voor Nicky. Nou, nee, die had ik net al bij het geven van bloed. Toen zei ze al van, dat als mensen hier komen en bloed geven, dan kunnen we dat gebruiken voor het onderzoek en dergelijke. Mm-hmm. Toen zei ik al van, maar kan ik niet ook bloed geven als ik niet in staat ben om te komen? Ik bedoel, één keer per half jaar moet ik bloed geven voor het ziekenhuis. Maar ik kan bijvoorbeeld ook bloed laten afnemen en dat het op de een of andere manier bij de stichting dan terechtkomt. Of bij de Universiteit Twente. Is daar ooit over nagedacht? Ja, ziekenhuizen die willen dus, die delen niet zo heel erg makkelijk materiaal met andere partijen. En dat is eigenlijk de reden waarom wij deze bloedbank zelf opgezet hebben. Omdat het voor ons is het makkelijker om met andere partijen bloed te delen. Ziekenhuizen die kunnen natuurlijk ook niet anders, want die moeten heel goed de privacy bewaken van hun patiënten. Dus die kunnen echt niet zomaar bloed uitgeven. Wat zegt u? Als ik bloed ga afnemen, ik moet een bloedbank een bloed af laten nemen. Dan kan ik toch ook wel zeggen van oké, ik wil een bepaald gedeelte af laten nemen om naar jullie toe te sturen. Als ik niet bijvoorbeeld naar een ding kan. Ja, ik denk dat ze dat ook niet zo snel zullen doen. Daar komt ook nog eens bij dat we dat bloed willen we zo snel mogelijk verwerken, omdat er cellen in zitten en die zijn heel gevoelig voor veranderingen. Daarom hebben die bussen ook, er zit eigenlijk een rijdend lab in. Dus op het moment dat wij hier nu bloed afnemen, wordt het meteen verwerkt, gaat het gelijk de vriezer in en dan is het zo vers mogelijk, zeg maar. Dus dat zou dan ook nog een nadeel zijn, want er komt er weer transport bij. Dat wordt ingewikkeld. Ja, okay. Nicky, dankjewel. Is nog een vraag? Wacht even. Alleen hardlopen of lopen? Ga je nee, echt lopen, hardlopen, want of hardlopen? Nee, er was nog... Nicky gaat hardlopen, mensen. Ik keek nog en ik zag nog dat je 25 kilometer kon wandelen. En toen dacht ik, zou ik daarop klikken? Maar heb ik het toch niet gedaan. Dat is toch niet helemaal uitdagend. Ik vind het een uitdaging. Knap hoor. We kunnen je volgen op social media, denk ik. Daar ga ik voor. Dankjewel. Geef ik gauw het woord terug.